Simpele opdracht dus voor TEC uit Tiel op Sportpark De Lok. Winnen. Duidelijker kan het niet. Tegenstander is HAC Hardenberg dat zich vorig seizoen op de laatste speeldag pas veilig wist te spelen en nu keurig derde staat. Maakt het dat makkelijker? Nou, de start wel voor TEC, want het komt hier in de 11e minuut op voorsprong via Nicky Kuiper. Dat betekent niet dat HAC Hardenberg achterover gaat leunen, maar het is wel een mooie start voor de ploeg die dus moet winnen, de thuisploeg. Leiding van trainer Frits van den Berg. Dan een vrije trap voor HAC Hardenberg. Doelman zit er nog wel aan, Sebastiaan van der Smam, maar niet echt best. Zo, Koos Werkman die het meest attent is. Vrije trap is van Hemming. En dan bokst hij de bal toch niet goed genoeg weg, maar weer naar de zijkant gemoeten. Nu kon Werkman voor HAC Hardenberg de gelijkmaker op het bord schieten. Ja, winnen moet TEC dus. Korts wordt neergelegd. Vrije trap voor TEC. Het is wel een eentje weg. Maar het is geen bezwaar voor Bart Westerlaken. Die haalt keurig uit. Emilio Fink is de man die de assist op zijn naam krijgt. Legt hem een metertje opzij. Ja, dat moet ook gebeuren. Nijlander doelman van Hardenberg kansloos. Zat er nog wel aan, maar niet voldoende. Dan gaat in de tweede helft Hardenberg proberen om in ieder geval gelijk te maken. Moet TEC aan de bak om die voorsprong vast te houden. Dit is een kopbal van achteruit. Kopbal van Werkman. En het gezicht de andere kant uit was dat niet gemakkelijk om doelman Van der Sman te passeren. Dat lukte dan ook niet. Omdat HAC veel aanvalt, komen er mogelijkheden voor TEC. Korts, gevaarlijke spits, die ook jaren in het betaalde voetbal actief is geweest. Hij schiet hier voorlangs. Hij had misschien ook af kunnen spelen op Grot. Maar ja, als alles vlekkeloos zou zijn gegaan bij TEC, waren ze niet in de problemen gekomen. Winst betekent overigens niet dat ze helemaal uit de problemen zijn en dat er dan geen na-competitie gespeeld hoeft te worden. Maar nogmaals, winnen moet en Korts gaat hier voor ruimte kunnen zorgen voor 3-1. En in de rebound is het nog Fink die het probeert. Dat is een goede redding van doelman Nijland. Dan nog een mogelijkheid voor TEC. Het is invallen Fijnman en die raakt de buitenkant van de paal. De voorsprong voor TEC komt niet in gevaar. De ploeg van Gert-Jan Karsten verliest. Dat kan voor HSC geen kwaad. TEC doet wat het moet doen. Het wint met 2-1. En de wedstrijd eindigt in een 2-1 overwinning voor TEC.